Zo lang mogelijk samenwonen, dat is de wens van veel Nieuwegeiners. Die wens is opgepakt door de gemeente Nieuwegein, Zorgspectrum en 3 woningcoöperaties. En die hebben een project ontwikkeld, Verzorgd Wonen. En dat project is vandaag van start gegaan. Meneer Adriani, een heel nieuw project, Verzorgd Wonen. Ja, we zijn hier op het Wenkenbach plantsoen, een van de projecten waar dit in gaat lopen. Verzorgd wonen is eigenlijk een manier waarop we samen met Zorgspectrum en de woningcorporaties zorg en voorzieningen en aangepaste woningen toebrengen naar de complexen waar mensen al wonen die al wat ouder zijn en misschien al binnenkort zorg nodig hebben. En zo helpt het om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Kunt u de 3 woningbouwverenigingen opnoemen, welke dat zijn? Ja, we doen dit samen met Jutphaas Wonen, waar we hier in een complex van zijn met Portaal en met Mitros. Wat voor soort mensen verwacht u? Denkt u dat er in aanmerking komen voor verzorgd wonen? En wie regelt dat? Nou, het begin van het project is dus dat we zorg organiseren rondom een complex waar al heel veel mensen wonen, die nu of in de nabije toekomst misschien zorg nodig hebben. Maar nu we dat geregeld hebben, is het ook goed dat mensen die niet de stap naar het verpleeghuis willen maken, maar al wel meer zorg nodig hebben, dat die ook in dit soort complexen kunnen komen wonen. Dat betekent dat we nu hebben afgesproken dat iedereen die een indicatie van het CIZ of van de zorgverzekering heeft voor meer dan 5 uur zorg per week, die krijgt voorrang bij deze woningen. De mensen die hier komen wonen, iedereen moet en wil langzaam maar zeker langer blijven wonen in zijn eigen huis. Dat betekent dat er dus wat op poten gezet moet worden. Er moeten meer vrijwilligers komen, er moeten mensen zijn die de mensen gaan verzorgen. Ik kan me denken aan verpleegkundigen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is wel het aardige van dit project. Want het is dus geen gebouw waar alleen maar oude mensen mogen wonen. Iedereen mag hier komen wonen. En dat betekent dus ook dat, en dat willen mensen ook, voor een deel elkaar kunnen helpen. Burenhulp, zeg maar. En tegelijkertijd, en dat is de inbreng van Zorgspectrum, hebben we hier ook een zorgpost in dit complex gemaakt, zodat daar ook dicht in de buurt hulp beschikbaar is. We zeggen allemaal, we moeten allemaal hulp krijgen van de buren, van vrienden, van Zorgspectrum die hier ook aanwezig zijn. Is dat werkelijk wel haalbaar, denkt u? Nou, niet tot in het oneindige, maar we hebben in dit complex waar we als eerste met dit project begonnen zijn, ook huis aan mensen gevraagd, niet alleen wat hebt u nodig, maar ook wat zou u kunnen betekenen. En dan zie je dat heel veel mensen ook eigenlijk best gewoon niet willen doen. En dat het nog de truc is, durf je erom te vragen en durf je het ook gewoon aan te bieden. En dat is hier heel goed gelukt. Een behoorlijke drempel die opgeworpen wordt. Hoe bedoel je een drempel? Nou, een drempel. Je moet het durven vragen. Er zijn toch niet allemaal mensen die zeggen van, nou, ik vraag het eventjes aan iemand. Nee, dat blijkt nog een van de grootste problemen te zijn. Heel veel mensen willen echt wel iets doen voor een ander. Maar mensen die iets nodig hebben, vinden het heel moeilijk om dat te vragen. Vandaag de aftrap? Ja, we zijn dus al langer met dit project bezig, maar wat we vandaag lanceren is dat nu dus ook mensen van die hier nu nog niet wonen, maar die wel zeggen het lijkt me wel lekker om dicht bij voorzieningen te wonen en dicht bij de zorg, dat die ook met voorrang hier naartoe kunnen verhuizen als ze dat willen. Wat ik zeg, je hebt een indicatie nodig van minimaal 5 uur zorg per week en dan mag je hier met voorrang naartoe. Het lijkt me een heel mooi project. Ja, we zijn er ook echt ontzettend trots op met alle partijen. Ja. Iedereen heeft ook echt even zijn eigenheid in het midden op tafel gelegd om met elkaar iets moois te maken. We doen het nu hier, we doen het op de Richterslaan, binnenkort op het Colijnpark in Galenkop. En overal in Nieuwegein waar we dit soort plekken zien waar een wat grotere groep oudere mensen woont, gaan we kijken of we dit op deze manier kunnen doen. We zullen het volgen. Dank u wel, meneer Adriani. Niks te danken.